Goeiedag, Graad 11. Vandaag kyk ons naar de gedigvraag van Lina Spies uit haar bundel Tijdloze Getij, wat in 1990 gepubliceer is. So, een beetje achtergrond van Lina Spies. Sy is in 1939 op Harry Smit gebore, waar sy ook school gaan, en daarna studeer sy aan de Universiteit van Stellenbosch, waar sy meestersgraad oor die poëzie van Elizabeth Eybers voltooi. Van 1968 tot 1970 studeer sy dan aan die Vrye Universiteit van Amsterdam, waar sy tweede meestergraad voltooi oor die gedig, die sonnet, Voor dag en dauw van Nijhoff. Waarna sy dan in 1982 haar doktorsgraad aan die Universiteit van Pretoria verwerf, met een verhandeling wat handel oor die oeuvre van die Opperman. Sy debuteer in 1971 met Dig by Ver Genoeg, haar eerste digtbundel, en sy is dan ook verantwoordelijk vir die eerste volledige vertaling van Anne Frank se dagboek vanuit Nederlands. Tijdloze Getij, die bundel waarin die gedig verskyn, fokus op die spanning tussen die tydelike en die tydlose. Dit wat hier in die nou is en wat tot niet gaan teenoor dit wat van langdurende waarde is. En die digter besin dan in vraag specifiek oor verliefdheid in die tydelike wat op niet gaan teenoor die liefde wat door het voorspreid moet op volg wat veel meer blijvend is. En op die ou eind word verliefdheid as 'n tydelike siektetoestand beskou wat met symptome soos hartklopping en kortasemheid gepaard gaan. Maar die liefde wat dan daaruit ontwikkel is uiters broos, maar toch iets wat kan herstel, iets wat kan vorentoe gaan en deur pyn kan werk. En die vraag van die aan gevra of dit makkeliker hanteer kan word as die lichamelike passie en drange wat met verliefdheid gepaard gaan. Goed, lees nou sommer met die gedig. Verliefdheid. So is proefondervindelik vastgestel. Duur een jaar, oogstens 18 maanden. Langer is die hartkloppings, die kort asemheid nie uithou nie. Verliefdheid is een siektetoestand. Maar wat van wat daarop volg, is dit nie afgestormenheid, is nie maar liefde? Is dit draaglijker omdat dit minder gerugsweet drif gaaf wees in die lendene en meer op het skuil in die buitenkring van die sintuie? In die glim van die lach en die opslag van die oog? Op dit wat jou in die geliefde bind met de krachtdraad, so dun en so onbreekbaar soos 'n haar. Laat my toe met weer vir jou te lees. Verliefdheid. So is proefondervindelik vastgestel. Duur een jaar, hoogstens 18 maanden. Langer is die hartkloppings, die kort asemheid nie uithou nie. Verliefdheid is 'n siektetoestand. Maar wat van wat daarop volg, as dit nie afgestormenheid is nie, maar liefde. Is dit draagliker omdat het minder gerug is op die drifgaas wees in die lendene en meer op het skuil in die buitenkring van die sintuie? In die glim van de lach en die opslag van de oog? Op dit wat jou en die geliefde bind met de krachtdraad so dun en so onbreekbaar soos 'n haar? Let op naar die uiterlijke bouw van die gedicht. Dit is enkel strofe wat bestaan uit 13 versreels, sonder enige vaste rympatroon of enige vaste metrum. En dit kan dus as 'n informele praatgedig beskou word. En die praatmetrum of spraakmetrum word hier baie sterk en jy moment in die gedig versterk en let dan ook op die deurlopende alliterasie wat as bindingselement in die gedig gebruik word, as ook die assonansie wat bydra tot die praattempo in die gedig. Net vinnig iets oor die titelvraag. Die titel verwijst dan na die twee vrae wat in die gedig gevra word, namelijk wat gebeur as verliefdheid nie net verbygaan nie, maar tot liefde ontwikkel, maar as die tydelike vervang word deur iets wat meer blywend is, en dan tweedens die vraag of die liefde meer draaglik as verliefdheid is, maar makliker om mee saam te leef. En in die gedig word die vraag nie beantwoord nie, maar die leser word eerder uitgenooi om saam met die spreker daar te besin en te dink. Reël 1 tot 4 dan, verliefdheid, so is proefondervindelik vastgestel,
Dure jaar hoogstens 18 maanden. En langer is die hartkloppings die kort asemheid nie uithou nie. Verliefdheid is een siektetoestand. Een gedig begin eerstens met die woord verliefdheid wat voor die parenthese geplaas wordt en daardoor dan ook uitgeef met klemtoon word want op die antwoord in die gedig verliefdheid centraal geplaas teenoor die liefde. En dit wordt dan gevolg door die parenthese tussen die twee aandagstrepen wat op die einde die parenthese en die gedachte daarvan uitheef, namelijk dat die feit dat verliefdheid van korte duur is niet iets is wat die spreker opmaak nie, maar dat het door waarneming of dan experimentering vastgesteld is, en dit sien ons nie weer proef ondervindelik, want dit is op die proef gestel en daardoor ondervind, dat verliefdheid slechts een jaar, hoogstens 18 maanden duur. En dit bevestigt dan, dat verliefdheid niet iets is wat langdurig is nie, maar slechts tijdelijk van aard is. Deels, want die hartkloppings en die kortasemheid, die symptomen van verliefdheid, is niet iets waarmee die mens lang kan uithou nie. En dit laat die spreker dan door die gevolgtrekking kom, dat verliefdheid een siektetoestand is. En daar die stelling dan, dien as een metafoor, wat verliefdheid gelijkstel aan een siektetoestand, aangezien dit ook met bepaalde symptomen gepaard gaan. In reel 5 en 6 sit ons dan die eerste van die twee vrouwen in die gedig, maar wat van wat daarop volg, as dit nie afgestorvenheid is nie, maar liefde? En hier die eerste vraag gaan dan daaroor, dat wat gebeur wanneer verliefdheid niet tot het einde kom nie, maar oorgaan in liefde? En die verliefdheid in die gebruik van woord afgestorvenheid, wordt weer eens bestempeld of beklemtoon als iets wat niet blijvend is nie, maar wat mettertijd afsterft tot niet gaan. En die gedachte dan dat als het niet tot niet gaan nie, dat het oorgaan teenoor die liefde iets door teenoor wat niet tijdelijk is als verliefdheid nie, maar veel eerder blijvend is. Nou, jy sal oplet dat die eerste deel van die gedig wat focus op verliefdheid eindelijk maar een klomp kort stellings is, en reel 7-13, wat dan focus op die liefde door teenoor, wordt aangebied als een lang vraagsin. Reel 7-10 dan, is dit draaglijker omdat het minder gerig is op die drifgehuisves in die lendene en meer op wat skuil in die buitkring van die sintuie, in die glim van een lach en die opslag van een oog. En eerstens, die dit in reel 7 verwijs uit die oorsprong saak met die liefde, wat teenoor verliefdheid gestel word, en dit word dan, die vraag van die vrou, is dit draagliker? En op die einde word draagliker beteken, of is iets draaglik is, beteken is iets waarmee jy kan saamleef, maar dit is nog steeds nie aangenaam nie, dit is nog steeds nie noodwendig lekker of gemakkelijk nie, maar minder van een siektetoestand, minder frustrerend, makkelijker om mee saam te leef, as hier die verliefdheid. En die vraag van vrou of dit so is, omdat het minder gerig is op die drifgeis, wees nie die lende, en die woord drif verwijs naar die passie, die drange, wat dan in die lende of dan in die middellijf woon, en hier die lichamelike fysische begeertes van die verliefdheid, wat naar voren kom in die lichaam, word dan gepersonifieer daarin dat het gehuisves word of dan woon in die lendene. En dit word dan gestel teenoor die waarneming van die liefde wat skuil, wat wegkruip in die buitenkring van die sintuie. Daar waar jy dit nie noodwendig heeltemal met die sintuie kan waarneem nie, wat het dus moeiliker waarneembaar maak. En goed, soos die glim van een lach. Want baie keer, as iemand wat lief is vir iemand vir daardie persoon kyk, sal het een spontane oomblik van glimlach op hulle gesig sit, een opheldering. En dis wat een glim is, dis een kortstondige of een tydelike glans, of een flauw gloed wat afgegee word, sonder om werkelijk op te vlam. En dit is dan daai oomblik van vreugde,
of dan die opslag van die oog, die opkyk, wat die liefde aanwakker bij die persoon in wie die liefde leef. En is bymal fijner handelinge wat nie so makkelijk sigtbaar is of waarneembaar is, soos die intense reaksie van die drifgeis, wees nie lendene, wat na vore kom in verliefdheid nie. Reël 11 tot 13 dan op dit wat jou aan die geliefde bind, met die kragdraad so dun en so onbreekbaar soos 'n haar. Nou dit dan weer eens die band van die liefde, wat die twee geliefdes in mekaar bind, wat dan eerstens gelykgestel word in 'n kragdraad, nou iets wat kragdra, wat baie sterk is, maar toch ook een baie dun, amper onsigbare draad, wat amper onwaarneembaar kan wees. En dit word dan verder vergelyk met iets onbreekbaar, maar die ironie dan daarin, dat dit vergelyk word met iets so onbreekbaar soos 'n haar, wat eintlik iets is, wat baie broos is, wat makkelijk kan breek, en daardoor word die broosheid van die liefde dan beklemtoon. Maar terselfde tyd is 'n haar ook iets wat kan teruggroei, en kan herstel, en net so kan die liefde dan herstel as dit skade ly, en daarom is daar dus dan altyd hoop. Nou met dit gesê, laat my toe die gedig vir die laaste keer vir jou te lees. Verliefdheid. So is proef ondervindelik vasgestel, duur 'n jaar, hoogstens 18 maande. Langer is die hartkloppings, die kort asemheid nie uitdaging nie. Verliefdheid is 'n siektetoestand. Maar wat van wat daarop volg, as dit nie afgestorvenheid is nie, maar liefde? Is dit draagliker, omdat dit minder gerig is op die drif gehuisves in die lendene, en meer op wat skuil in die buitekring van die sintuie, in die glim van die lach en die opslag van die oog, op dit wat jou en die geliefde bind met kragdraad, so dun en so onbreekbaar, soos 'n haar?